De wereld verandert met rassen schreden. Dat betekent dat ons onderwijs daarop zal moeten anticiperen. Daarom leren wij de kinderen ook inzicht te krijgen in die wereld, buiten hun huis, school en ons dorp. Bovendien vinden wij het ontzettend belangrijk dat de kinderen leren dat iedereen anders is. Iedereen doet ertoe. Je bent verschillend, maar dat maakt niet uit, ongeacht je huidskleur, je religie of je culturele achtergrond. Daar gaan we op een respectvolle manier mee om. Op de Willibordschool werken we met de kanjetraining, waarin we de kinderen leren om te gaan met verschillen. We zijn van mening dat leren het beste gaat in een omgeving waar de kinderen zich prettig in voelen. We leren de kinderen positief te denken over zichzelf en ook over de ander. Door middel van verhalen, rollenspel, oefeningen krijgen de kinderen steeds meer inzicht in hun eigen gedrag. We leren de kinderen vertrouwen te krijgen in zichzelf. We leren ze voor zichzelf op te komen en vertrouwen te krijgen in elkaar. Op de Willibroodschool werken wij met het vak IPC. Dat vervangt de vakken natuur, geschiedenis en aardrijkskunde. Maar je vindt er ook andere vakken in, zoals kunstzinnige vorming, muziek, bewegingsonderwijs en ook een stukje internationaal. Wij werken samen met andere groepen. Ik sta voor groep 8 en ik werk dan ook samen met groep 7. En de groepen 4, 5 en 6 werken ook samen met elkaar. En dan werk je aan een bepaald thema. Per thema werken we aan bepaalde leerdoelen. Je kiest per vak ook een leerdoel uit. De kinderen gaan zelf aan de slag met die leerdoelen op verschillende soorten manieren. Je hebt verschillende werkvormen. Nou, met name samenwerken komt erin voor. Dat kan in tweetallen, maar dat kan ook in grotere groepjes. En dan gaan ze onderzoeken. Aan het einde van zo'n onderzoek moeten de kinderen hun onderzoekje ook presenteren aan elkaar. En al deze vaardigheden, die heb je ook nodig in de toekomst. En het is een heel leuk vak. Voor de kinderen is het heel leuk, maar wij vinden het ook heel leuk. Op de Willibroodschool vinden we samenwerken heel belangrijk. Dat geldt voor kinderen, voor leerkrachten en voor ouders. De kinderen leren van en met elkaar door samen te werken aan bepaalde opdrachten. De collega's bereiden samen lessen voor en helpen elkaar ook waar nodig. En als ouders een expertise hebben, dan vinden we het fijn als ze ook daarover komen vertellen. En we hopen dat als er iets is, dat ouders de school altijd weten te vinden. Door de inzet van de digitale middelen krijgen de kinderen direct zicht op hun eigen leerproces. Op die manier zien ze of ze op de goede manier leren en wij als leerkrachten hebben daar direct een goed zicht op. Daarnaast kunnen ze ook aan hun eigen leerdoelen werken en krijgen ze ook daarbij de instructie die zij nodig hebben.